Nou, kom lekker zitten op je mat. Dus welkom vanmorgen weer bij een nieuwe flow. Weer even 3 kwartier helemaal tijd voor jezelf. Dus vind even een lekkere positie. Dus kruis gewoon je benen zoals dat goed voelt voor jou. Leg je handen op je knieën naar boven, handen omlaag of even in je schoot. Maakt niet zoveel uit. Maar je neemt even een zittende houding aan, dat je het ook even fijn vindt om je ogen te sluiten. Je blik even naar binnen te keren. En dat je even een moment neemt om te observeren. Om je lichaam even waar te nemen, de ruimte om je heen even waar te nemen. Dus we lopen even heel kort alle zintuigen langs. Dus begin met je ogen te verzachten of te sluiten. En dan eigenlijk eens in de achterkant van je oogleden te kijken. In het zwarte of in wellicht nog wat licht wat binnenkomt. En dan ga je even naar je oren en dan neem je alle geluiden nog even waar die bij je binnenkomen. Die zo om je heen nog zijn. Dus misschien buiten jouw ruimte, misschien binnen in je huis. Dus even met een zachte, nieuwsgierige aandacht. Laat je je lippen wat verzachten en je tong wat verzachten. En dan kijk eens of je misschien nog wat kan proeven in je mond. Of er nog een bepaalde smaak is. Of je misschien kan voelen of er veel of weinig speeksel is. En dan kom je ietsje omhoog naar je neus. En dan voel even hoe je kan ademen via je neus. Hoe de inademhaling binnenkomt. Hoe de uitademhaling naar buiten gaat. En kijk eens of je misschien nog een geur ruikt of hoe de ruimte waar je bent ruikt. En dan maak je jouw ademhaling wat dieper, zodat je echt hem wat meer in je borstkas en in je buik voelt. Zodat je eigenlijk via je neus, via je zintuigen in jouw gevoel komt. Dus je ademt voor jezelf een paar keer diep in. En kijk of je misschien door je neus wil uitademen of door je mond. Of misschien een keertje wil gapen of zuchten. Dus je brengt even alle zintuigen die normaal veel naar buiten gericht staan even helemaal naar binnen. En dan begin langzaam met cirkeltjes te draaien. Dus eigenlijk met je bovenlichaam draai je licht cirkeltjes. Als je het fijner vindt, open je ogen. Anders hou ze gewoon licht gesloten. Zodat je echt in je gevoel kan bewegen. En adem hier goed bij. Dus adem misschien in als je naar links gaat. Adem uit als je misschien naar rechts gaat. Dus maak de cirkels zo klein, zo groot of zo rond of zo bewegend voor je hele rug als fijn is. Dus maak hem een beetje freestylend. Oké, dan hang je heel even naar achteren. Dus hou je handen goed aan je scheenbenen, aan je knieën. Trek kin even helemaal naar je toe. En dan trek echt je buik naar binnen. Dus je rolt echt over je zitbotten naar achteren op je stuitje. En dan trek eens je schouders wat meer omlaag. Trek schouders wat lager, buik meer naar binnen. Oké, dan rol je door naar voren. Dan rol je helemaal door. En zover je naar voren kan voor jezelf. Dus misschien ben je wat hoger met handen in de mat. Misschien ben je wat lager met helemaal je voorhoofd. Of ergens daartussen. Maar loop je handen naar voren. Hoe laag of hoe hoog je ook bent. Dus loop ze echt van je af. Zodat schouders openen. Je borstkas, je oksels. Oké, zet je hier even je linker onderarm aan de mat. En dan strek je je rechterarm even omhoog naar het plafond. De zitbotten blijven laag. Twist en adem.
Oké, wissel even van kant, andere hand aan de mat. Strek je weer je linkerarm omhoog of je rechter. Als je de andere kant doet, dus adem. Oké, en dan rol je je hand weer omlaag. Rol je wervelklom weer omhoog. En dan haal je je voet die voor is. Dus ik heb mijn rechtervoet voor. Die haal je omhoog. Dan haal je je onderste voetknie naar voren. Zodat je eigenlijk in een twist kan komen. Dus als je rechtervoet voor is, zet je hem voor bij je linkerknie. En dan adem je in. En dan twist je richting de knie die boven is. Dus twist richting je bovenbeen. Dus als je rechterbovenbeen boven is, dan twist je ook naar rechts. Dan is je linkerarm aan je knie. Rechterhand naar achteren. En dan adem je even diep in. Oké, kom je rustig terug naar voren. Dan leun je iets naar achteren, zodat je... ik mijn linkervoet in de mat kan zetten. Dus je zet eigenlijk je onderste voet in de mat, zodat je eigenlijk met je enkel op je knie blijft. En dat je een wat diepere bilstrekking maakt. Dus zet handen wat meer achter je. Dus je loopt schouderbladen naar je toe. Borstbeen is omhoog. En dan adem even diep in. Ja, dus bilstrekking. Borstkas die opent. Oké, dan laat je rustig gewoon je voet weer omlaag komen. Zet je voet naast voet. Even als ruitenwissers ga je heen en weer. Oké, en dan zet je even je andere voet voor. Dus ik had net rechts voor. Nu zet ik links voor in de kleermaker zit. Zet handen weer op je knieën. En dan draai je even cirkels de andere kant om. Dus draai weer rustig cirkels. Als je niet weet welke kant je net op hebt gedaan, dan draai maar gewoon, cirkel maar gewoon. Dus als je wilt, sluit je weer even ogen. En ga je mee in de beweging. Dus maak hem weer zo groot, zo klein, zo draaiend, als je maar fijn vindt. Oké, en dan ook hier hang je weer heel even naar achteren. Dus echt handen aan je knieën, aan je scheenbenen. Rol weer naar achteren. Trek die schouderbladen weer goed omlaag. Dus buik is actief naar binnen, schouders actief omlaag. Strekking helemaal langs je armen. Oké, en dan rol je weer rustig door naar voren. Kom je weer helemaal door naar voren. Zo hoog, zo laag als het goed is voor jou. Maar loop je handen weer naar voren. Dus ook als je hoger bent, loop handen zo ver naar voren. Ja, kijk niet te veel met je hoofd ook naar voren. Maar laat je hoofd wat meer hangen. Zodat je ook achterkant nek kan laten ontspannen, kan laten verlengen. En dan loop je vanuit hier even over je linkerknie opzij. Dus dat je wat meer de zijwaartse strekking pakt. Dus adem goed. In je rechterzij, in de zij die nu strekt. Oké, dan loop je weer even in het midden. En dan loop je over je rechterknie helemaal opzij. Dus dan loop je met je linkerarm wat meer. Dus strek goed in je linkerzij hier. Oké, kom je weer terug in het midden. Rol je weer wervel voor wervel omhoog. En dan haal je je voorste voet, haal je weer omhoog. Je onderste voet, kom weer iets opzij, zodat je knie zeg maar naar voren wijst. En dan zet je je enkel voor je voet. En dan pak je de twist naar deze kant. Dus je rechterarm komt om je linkerknie. En dan twist helemaal naar links. Dus je twist naar waar je bovenbeen naartoe is. Dus adem hier goed. Als je wil, kijk je nog even over je linkerschouder mee naar achteren. Maar ademen, verlengen. Oké, twist je weer naar voren. En dan zet je, leun je iets naar achteren. En dan zet je je rechtervoet in de mat. En dan je linkerknie laat je zakken. Dus flex goed je voet. Dus pas op dat je hier niet gaat hangen naar achteren. Omdat je echt vanuit je armen je borstkas opstrekt, schouders naar achteren trekt. De strekking voor je bil, weer borstkast. Dus misschien dat je nog mee omhoog wil kijken iets. Of je hoofd naar achteren wil laten hangen. Maar adem. Oké, laat je rustig. Je voet weer omlaag komen. Zet je weer voet naast voet. Even als ruitenwissers, ga je heen en weer.
Oké. En dan draai je rustig door naar handen en knieën. Dus draai gewoon op je zij. Zet je knieën in de mat. Dus handen onder je schouders, knieën onder je heupen. En dan kom je even voor je catcow, dus je holle rug, bolle rug. Dus even een lekkere warming up eerst. Alle delen van je lijf even wat meer losmaken voor we een flow doen. Dus rol rustig goed, je borstkas naar voren, holle rug. Ademt uit, kantel je bekken, trek die buik naar binnen, rond juist even in je schouders. Oké. Krul dan je tenen onder. En dan mag je hem rustig doorstrekken in een downward dog met je knieën gebogen. Yes. En dan flowen we hier ook even. Dus je ademt hier in. En uit. En dan ademen we in. Zet knieën aan de mat. Rol we even helemaal naar voren. Dus borstkas weer naar voren. En dan adem je uit. Terug in je downward dog. Maar hou knieën gebogen. En kom naar voren vanuit die buikspieren. Vanuit je bekken. Dus rol weer terug. Dus een paar keer tussen handen en knieën en je downward dog. Lichaam iets meer op te warmen al. Oké, volgende keer dat je in je downward dog bent, blijf je in je downward dog. En dan strek je wat meer je benen en dan loop je hem hier wat meer uit. Loop je hem gewoon eventjes op de plek. Oké, dan vanuit hier rol je naar voren in een hoge plank. Ja, dus handen recht onder je schouders, lift op vanuit je armen, dus niet hangen in die schouders. En dan til je eigenlijk je bekken wat omhoog. Dus je tilt billen op. En dan druk je jezelf weer terug naar een downward dog. Knieën zijn licht gebogen. En dan rol je weer naar voren. Terug naar je hoge plank. En dan komen je billen weer iets op. En dan strek je jezelf weer terug naar achteren in je downward dog. Dus je gaat heel langzaam, heel rustig. Met aandacht in je hoge plank. Terug in je downward dog. Maar til elke keer je billen weer wat terug op. Dus je begint echt de terugweg vanuit bekken. Buik trek je naar binnen. Oké, doe hem nog één keertje naar voren. Nog één keertje weer terug in je downward dog. En dan loop je hier misschien nog even, strek je even. En dan mag je hier rustig voetje voor voetje doorlopen. Helemaal doorlopen naar de voorkant van je mat. En dan zet je even je voeten matbreedte of heupbreedte, wat mij fijn voelt. Dus een grote, brede stand van je voeten. Pak je elleboogbordjes even vast. En dan zwier rustig van links naar rechts. Dus adem goed. Goed mee naar links, goed mee naar rechts. Oké, zet je handen terug aan de mat en dan loop je juist je voeten weer helemaal bij elkaar. En dan duik je naar beneden terwijl je knieën uit elkaar gaan. Duik je omlaag in de diepe hurkhouding. Dus je voeten bij elkaar, knieën uit elkaar, laat je bekken helemaal zakken. Dus je kin komt richting je borstkast. En dan rond even helemaal in je rug. Oké, zet dan je handen weer aan de mat. Je billen trekken je weer omhoog. Dus hoog blijft laag. Dus strek eerst goed weer je benen. Loop ze iets uit. En dan als je benen gestrekt zijn, rol je rustig. Wervel voor wervel voor wervel. Je benen wat langer. Je borstkas komt omhoog. Dus je rolt echt wervel voor wervel jezelf omhoog. Je hoofd komt als laatste. En als je hoofd omhoog komt, dan neem je nog weer een diepe inademhaling. Waardoor je je armen omhoog strekt. En uitademt, je handen laag brengt. Dus adem we in, strek op. Adem uit, kom laag. Dus doe hem een paar keer voor jezelf. Even je armen zo wijd mogelijk. Strek ze zo open mogelijk. Zo hoog mogelijk.
En adem uit. Volg ze weer helemaal terug naar je borstkas. Dus adem nog een keer in. En uit. De volgende keer dat je inademt en boven bent, hou je armen boven. En dan pak je even met je linkerhand je pols vast. En dan trek je je rechterarm opzij naar links. Terwijl beide voeten in de mat blijven. Span billen wat samen. Dus niet te ver, niet te laag komen. Maar echt omhoog verlengen. Die rug juist lang maken. Oké, adem in. Strek beide armen weer even open. En dan pak je met je rechterhand je linkerpols. En dan kom je juist naar rechts. Dus adem hier, verleng weer. Oké, kom je weer terug in het midden. Strek beide armen weer even open. En dan adem je uit. Breng je handen terug naar je hart. Oké, verplaats je het gewicht op je linkervoet. Breng je je rechterknie omhoog. En dan pak je met je handen even je knie weer vast. Dus met je handen trek je je knie weer naar je toe. Dus linkervoet is in de mat. Linkerknie ligt gebogen. Buik is naar binnen. Dus het is niet dat je je knie aan je handen geeft en hem laag trekt. Maar eigenlijk heb je je handen zeg maar niet nodig. Echt die buikspieren aan. Kruin is omhoog. Ademhaling is diep. Oké, hou je met je linkerhand je knie vast. Je rechterhand, die gaat naar achteren. Dus blijf eerst met je neus gewoon naar voren kijken. Want hoe meer je kan focussen met je ogen, hoe meer je die gedachten rustig kan houden, hoe meer je de ademhaling hier kan houden, hoe stabieler je staat. Als je wil, mag je natuurlijk altijd mee naar achteren kijken. Wiebel, wiebel. Oké, kom rustig terug naar voren. En dan plaats je je enkel voor op je linkerknie. Dus je maakt eigenlijk een 4, een cijfer 4 van je benen. Handen zijn bij je borstkast. En dan gaan je billen gaan naar achteren, alsof je op een stoel gaat zitten. Dus flex even je rechtervoet. Dus je gaat naar achteren. Dus je linkerbovenbeen gaat aan. Vind hier de balans. Dus kom zo laag als goed voelt voor jou. Dus eerst vanuit je benen, buik naar binnen. Als je denkt, ik kan wel ietsje dieper. Misschien dat je je elleboog, één elleboog om je voet, de andere om je knie doet. Beide handen weer samenbrengt. En dan kom je lager zitten met je bekken. Dus focus met je ogen, ademhaling. Oké, vanuit hier buig je door naar voren. Zet je handen aan de mat. Strek je weer je linkerbeen. En dan haal je je rechtervoet, haal je er voor weg. En die breng je door naar achteren. Zet je helemaal achter op je mat. En dan zet je je knie aan de mat. Dus je komt in een lage lunge. Adem je in. Strek je armen omhoog. Verlengt hier omhoog. En dan adem je uit. Zak je wat dieper. Dus je laat je linkerhand laat je zakken. Rechterarm verlengt omhoog. Dus kom weer niet naar voren naar je voet. Maar echt je hand weer omlaag langs je bekken. Je rechterhand omhoog en dan heel ietsje naar links. Dus als het goed is, ga je hier die strekking voelen. Oké, wissel even van kant. Dus je rechterhand omlaag, linkerhand omhoog. Dus misschien dat je hier wat meer ruimte hebt, omdat je van je heup weg beweegt. Maar adem even hier. Oké, adem uit. Breng je hand naar voren, naast je voet. En dan strek even je linkerbeen. Of strek hem weer zoveel mogelijk, als je hamstring kan, als je knieën aan kan. En loop ook hier je handen ver naar voren. Trek linker tenen naar je toe. En dan adem hier. Oké, kom je terug naar voren. Krul even je rechter tenen onder. Dus je komt in zo'n hoge plank. En dan zet je beide handen aan de binnenkant van je voet. Dus je loopt je linkervoet iets naar achteren, of naar links. Dus is hier niet hangen. Ik wil echt dat je oplift. Oplift vanuit je bekken, vanuit je buikspieren. En dat je je kruin wil je lang maken naar voren. Dus ik wil dat je voelt dat je rechterhiel naar achteren gaat. Dat je echt voelt dat je bovenbenen aangaan, die linkerbovenbeen aangaat. Dus kom misschien op vingertoppen. Dat je niet echt hier gaat hangen in die handen. Misschien op twee vingertoppen. Dat je echt het gewicht terugbrengt in je voet. Ademt hier. Oké, zet je handen weer wat meer in het midden. En dan buig je je rechterknie iets. Zodat je hem af kan zetten en dat je hem naar voren kan brengen.
En dan zet je beide voeten heupbreedte. En dan zak je even met je bekken laag. Ellebogen binnenkant van je knie. En dan strek hem weer op. Dus strek je duimen richting je borstkast. Dus actieve houding. Laat ademhaling stromen. Oké, beide handen komen aan de mat. Til weer je billen op. Hoofd komt nog even laag. Dus je strekt beide benen weer zoveel mogelijk. En als je je benen hebt gestrekt, knieën misschien zacht, rol dan langzaam weer je bovenlichaam omhoog. Dus je handen laat je gewoon hangen. Hoofd laat je hangen. Bekken, onderrug, middenrug. Trek buik naar binnen. En als je hoofd omhoog is, strek je armen mee op. En dan adem je weer uit. Weer laag. Dus nog even weer twee keer hier. Dat je diep inademt en opent. Oké, volgende keer als je handen weer boven zijn. Pak je met je linkerhand je pols weer even vast. En met nog steeds je voeten breed. Kom je nu in een zijwaartse houding. Dus misschien dat je nu je heup meer naar rechts kan duwen. En dat je iets dieper kan strekken. Maar voel dat je niet gaat hangen in die onderrug. Maar nog steeds omhoog blijft verlengen. Nog steeds die wervelkom lang wil maken. Oké, we openen weer even in het midden. En dan pak je met je rechterhand je linkerpols. En dan breng je misschien weer heupen wat meer naar links. Dus borstkas blijft open. Hè? Draai niet in. Draai niet omlaag. Oké, kom je weer terug in het midden. Strek je weer even op. Handen weer terug naar je hart. Doen we deze flow aan de andere kant. Dus zet je voeten weer wat meer in het midden. Heupbreedte. En dan blaas je het gewicht op je rechtervoet. Linkerknie komt hoog. Dus met je handen trek je je linkerknie weer wat mee omhoog. Dus rechterknie buig hem licht, zodat je hem niet helemaal op het slot zet. Dus kruin is weer lang. Buik is naar binnen. Rechterhand houd je knie vast. Linkerarm gaat weer mee naar achteren voor een twist. Dus open goed in je schouders. Dus knie is op. Als je wil, kijk je mee naar achteren. Oké, kom je weer rustig terug naar voren. Dan zet je je enkel voor op je rechterknie. Dus boven op je rechterknie. Dat je weer zo'n cijfer 4 hebt. Handen bij je hart. En dan ga je weer zitten op je stoel. Of misschien is het meer een barkruk vandaag. Dat je wat hoger blijft. Kan ook. Hè? Ja, dus misschien dat je wat lager kan komen. Dus focus weer met je ogen. Dus je gezicht is zacht. Ogen kijken niet te veel rond. Adem gewoon. Dus je komt zo laag als je wil. Misschien dat je je ellebogen weer even rondom je voet. Rondom je knie kan brengen. Dan trek echt weer goed je handen richting je borstkast. En billen goed naar achteren. Adem hier. Dus adem waar je bent. Voel je kracht. Je balans. Oké. Mag je verder naar voren buigen. Dus je been weer wat licht strekken. Hoofd even laten hangen. En dan plaats je voet weer helemaal achter op de mat. Knie komt aan de mat. Adem je door. Strek je armen weer omhoog. Dus in je laag lunge. Strek hem op. Oké, rechterhand laat je zakken. Linkerhand verlengt weer. Dus je strekt weer twee kanten op. Dus strek je rug lekker open op deze ochtend. Oké, wissel van kant. Dus rechterhand omhoog, linkerhand omlaag. Dus misschien dat je hier wat meer ruimte hebt, omdat je weer wegbeweegt vanuit je rechterheup. Maar adem, maak hem weer lang. Oké, kom je hand omlaag bij je voorste voet. Strek even je rechterbeen. Dus til tenen goed mee op en duik weer over je been omlaag. Maak weer rug lang, oksels open. Oké, kom je terug naar voren. Loop weer je rechtervoet iets naar buiten, zodat je beide handen weer in het midden kan zetten. Linkertenen krul je onder. Dus je komt weer in die hoge lunge. Dus je heup en knie in één lijn. Rechtervoet drukt omlaag, linkerhiel drukt naar achteren.
Dus je hebt eigenlijk je handen niet nodig. Dus trek misschien je bekken wat meer onder je buik, wat meer naar binnen. Kom misschien weer even op twee vingertoppen. Dus geef het gewicht aan je benen. Dus minder in je schouders, in je hoofd, meer aan je benen. Oké, beide handen weer aan de mat. En dan buig je eens je linkerknie, zodat je weer naar voren kan stappen. Voeten allebei weer wijd. Buig even laag in je bekken. Ellebogen drukken je knieën opzij. Trek je handen weer naar je toe. Kruin is lang, ademhaling weer diep. Oké, zet je beide handen weer aan de mat. Til weer vanuit je billen. Je benen lang, je hoofd even laag, strek benen. Shake even je hoofd. En dan rol je vanaf hier weer wervel voor wervel voor wervel terug omhoog. Hoofd komt weer als laatste. En als je hoofd hoog is, adem weer 2-3 keer voor jezelf. Je arm even mee omhoog en weer terug omlaag. Okay. Als je handen dan terug zijn bij je hart, loop je eigenlijk je voeten weer wat meer in het midden. Weer heupbreedte. En dan verplaatst weer het gewicht rustig op je linkervoet. Rechter knie komt omhoog. En we gaan hem eigenlijk voor de eagle arms doen. Dus wat je zo doet, is dat je je rechterknie over je linker doet. Dus je kunt je linkertenen, zo even bij dat, je kunt je linkertenen zo aan de mat houden. Je kunt hem ook omhoog houden. Je kunt hem ook achter je enkel, achter je kuit draaien. Dus rechterbeen is boven. Met je armen ga je naar voren. En dan breng je ook je rechterarm onder je linker. En maak je zeg maar een dubbele knoop. Eentje bij je benen en eentje bij je armen. Yes. Dus vind jouw eagle. Misschien met tenen aan de mat. Dus ook hier vind je focus. Ja. Dus pas op dat niet je ellebogen te laag zijn. Maar echt ellebogen in één lijn met schouders. Maar schouders laag en handen misschien wat weg van je gezicht. Trek je bekken wat meer onder je. Niet dat je gaat hangen in die holle onderrug. Oké, één diepe ademhaling nog hier. Oké, nou adem je uit. Kom je naar voren, duik gewoon naar voren. Ontvouw je handen. Zet je handen aan de mat. En dan strek je weer iets je linkerbeen. Laat je je rechterbeen weer ontvouwen. Komt hij weer door naar achteren. En dan blijf je in je hoge lunge. Ja, dus nu is je knie recht onder je. Gewoon een hand aan elke kant van je voet. En dan kom je langzaam met je handen wat naar achteren. Ja, terwijl je je bovenlichaam niet te hoog meebrengt. Dus echt één lijn met je rechterbeen. Handen zijn actief naar achteren. Oké, adem in. Armen cirkelen naar voren en omhoog. Neem borstkas mee op. Adem uit. Duik even laag naar achteren. Adem weer in. Omhoog. Adem uit. Terug. Even laag. Strek je benen. Strek arm. Nog één keer. Adem hier in en op. Adem uit. Duik weer laag. Zet je handen naast je voet. Stap je met links door naar achteren. In je downward dog. Dus loop even rustig. Je benen of laat hielen goed naar de mat toe zakken. Strek in elk geval helemaal je armen met bovenlichaam. En vind je ademhaling. Oké, dan vanuit hier rol je weer naar voren in je hoge plank. Dus lift op vanuit die schouders. Niet hangen, maar lift hem op. Hielen naar achteren. En dan mag je omlaag komen voor een sphinx of een cobra. Dus misschien knieën aan de mat met kin borstkas. Misschien als je wil, lage plank. Adem je in, door. Dus een sphinx is eigenlijk met je onderarmen aan de mat. Je cobra is met handen aan de mat. Of een upward dog is met handen en alleen je voeten aan de mat. En de rest is van de mat. Maar adem even hier. En dan adem je uit. Kom je terug omlaag. Krul tenen onder. Kom even in een downward, of in een child pose, sorry.
Twee diepe ademhalingen hier, terwijl je tenen zijn ondergekruld. Je vingers helemaal lang zijn. En dan plaats je handen weer aan de mat. Kom je weer terug omhoog in je downward dog. Oké. Breng je rustig je rechterbeen omhoog. Die verleng je heel even. Dan buig je je knie, zodat je even lekker je rechterheup kan openen. Dus strek je rechterheup. Verleng helemaal lang in je rechterzij. En dan adem je uit. Dus breng je knie helemaal naar voren, zodat je je voet weer voor aan je mat bij je handen kan zetten. Linkerknie blijft omhoog. En dan adem je in. Cirkel je armen. Weer omhoog in je hoge lunge. En dan adem je uit. Kom je gelijk in jouw warrior 2. Dus je achterste voet naar 45 graden. Armen zijn allebei lang in één lijn met de schouder. Dus rijk in de vingers. Je blik kijkt naar voren. Je gezicht is weer zacht. Draai je handpalm omhoog. Zodat je in kan ademen. Je rechterarm omhoog kan brengen. Dus maar je bekken gaat laag. Bekken gaat laag. Dus strek niet je voorste been. Adem uit. Breng je even je elleboog aan de binnenkant van je knie. Linkerarm gaat omhoog. Dus je strekt hier open. Oké. Breng je rustig jezelf weer terug naar je warrior 2. En dan strek je je rechterbeen. Dat vind ik zelf fijn om zo 1-2 pasjes met mijn linkervoet naar binnen te doen. En dan gaan we heupen naar achteren. Zeg maar naar links, terwijl mijn rechterhand naar voren wijst. En dan kom ik in een driehoek, in de triangle pose. Dus draai nog steeds je borstkas helemaal open. Schouder boven schouder. Dus niet te veel op je rechterbeen leunen met je hand. Maar lift op. Draai rechterheup open. Adem hier. Oké, adem je uit. Breng je je linkerhand terug naar je mat. Rechterhand aan de mat. Draai je linker tenen weer onder. Buig je linker knie. En dan stap je terug naar voren. Naast je rechtervoet. En dan hang weer heel even laag. Pak elleboogbotjes vast. En dan zwier we even goed van links naar rechts. Kijk misschien even mee aan de achterkant van je knieën. Oké, dan kom je weer in het midden. En dan rol je weer rustig, wervel voor wervel omhoog. Dus je knieën zijn zacht. Handen, armen laat je aan schouders hangen. Dus je komt weer langzaam omhoog. En als jouw hoofd weer omhoog is, dan in jouw eigen tempo adem je weer zo 2-3 keer. Je armen helemaal in en op. En uit en laag. Oké, dus als je handen dan weer rustig bij je hart komen, dan mag je het gewicht verplaatsen op je rechtervoet. Doen we deze hele flow aan de andere kant. Dus je linkerknoek komt iets omhoog. En dan kijk je hoe je eagle aan deze kant, dus die dubbele crossing aan deze kant. Dus misschien weer gewoon je voeten aan de mat of je linker tenen. Maar je komt misschien wat zitten. Misschien dat je hem wel helemaal achter je enkel of je kuit kan draaien. Dus je armen komen naar voren. En dan komt je linkerhand aan de onderkant. En dan kijk hoeveel je hier je onderarmen erbij in kan draaien. Dus je zakt misschien wat lager. Pas op dat niet die billen naar achteren trekken en dat je in die holle rug gaat hangen. Dus kantel ze wat meer onder je. Ellebogen zijn in één lijn met schouder. Handen iets van je af. Nou, als je wil, zak je nog wat lager. Zak je wat dieper. Dus kom zo laag zitten op die stoel die vandaag bij jou past. Oké, en dan vanuit hier duik je rustig verder naar voren. Ontvouw je rustig je handen. Dan ontvouw je rustig je been. En dan stap je met links naar achteren. En dan vind je hier je hoge lunge. Dus je komt heel ietsje omhoog. Je strekt je armen met je linkerbeen mee naar achteren en je kruin mee naar voren. Dus zak goed laag in je bekken. Rechterbovenbeen gaat aan. Dus kom niet te veel omhoog. Ik wil echt even dat je
voelt hoeveel kracht je in je eigen benen hebt. En dan doen we hier 3 keer die flow. Dus je ademt in, je armen cirkel je naar voren en omhoog. Neem borstkas mee op. En adem je uit. Duik je weer naar voren. Dus geef het gewicht weer terug aan je benen. Strek handen naar achter. Adem weer in, verleng. Uit en laag. Adem in, verleng. Uit en laag. Nog 1 keer. Adem in en op. En uit en laag. En dan zet je je handen weer naast je voorste voet. Stap met je rechtervoet door naar achteren. In jouw hoge... Oh sorry, in je downward dog eerst. Als je wil, loop je hem even uit. Of trek even goed je hielen naar de vloer. Armen lang. Ademhaling is diep. Oké, vanuit hier kom je terug in je hoge plank. En dan mag je doorkomen. Of in je Sphinx, Cobra of jouw Upward Dog. Dus misschien eerst knieën aan de mat. Of een lage plank. Adem in voor jouw achteroverbuiging. En dan adem je uit. Kom je door naar achteren in je Downward Dog. Waar we zo de Warrior Flow nog even aan links doen. Dus rechtervoet in het midden, linkerbeen strek je omhoog, die verleng je hier op. En dan buigen we even je knie, dus hiel gaat lekker richting je bil. Dus open zoveel mogelijk in je linkerzij, in je linkerheup. En dan breng je je knie naar voren. En dan zet je je voet tussen je handen. Ja. Even kijken, dan adem je hierin. Cirkel je armen weer omhoog. Verleng je open. En dan adem je uit voor jouw warrior 2. Dus je achterste voet gaat naar 45 graden. Dus voorste knie is gebogen. Armen zijn weer lang. Dus je kijkt weer. Je focust weer. Misschien naar je middelvinger, zeg maar. En dan draai je je voorste hand open. Dan adem je in. Cirkel je hem op. Verleng je hem op. Dus kom in jouw achteroverbuiging. Dus hij is voor je linkerzij, hè? Maar zak laag in je heup. Kom niet stiekem omhoog. Ja. Rustig terug opzij. Zet even aan de binnenkant van je knie. Strek je rechterarm helemaal langs je oor opzij. Vanuit je rechtervoet. 1 lang lichaam. Ja, oké, trek je jezelf weer terug omhoog. Strek je je voorste been. En dan loop even met je achterste voet zo 2 stapjes naar het midden. Voor je triangle. Dus je ademt in. Je linkerhand gaat naar voren. Rechterheup gaat naar achteren. En dan buig je licht opzij. Dus pas op, niet met je schouder weer omlaag. Maar blijf liever wat hoger. Zodat je echt je linkerheup naar voren, rechterheup naar achteren. Arm is op. Als je het fijn vindt, kijk je misschien nog mee op. Maar dat hoeft niet per se. Dus kracht vanuit je benen, open bovenlichaam. Adem hier. Oké, kom je hand weer terug omlaag. De hand naast je voet, krul recht de tenen onder. En dan stap je een laatste keer terug naar voren in je staande voorhoofdbuiging. Dus maak de voetbreedte wat wijder. Dus misschien dat je weer even wat heen en weer wil wiebelen. Oké, dan vanuit het midden rol je nog een keer weer. Wervel voor wervel voor wervel helemaal omhoog. Dus je hoofd komt weer als laatste. En als je weer boven bent, cirkel weer 2-3 keer. Op een inademhaling helemaal op. En op de uitademhaling helemaal naar beneden. Dus adem. Oké, dan adem je nog weer 1 keer helemaal in en op. Zodat je op de uitademhaling weer helemaal terug omlaag kan duiken. Plaats je handen op je scheenbenen. Adem je in. Verleng je even halverwege op. En dan adem je uit. Zet je handen aan de mat. En dan stap je met rechts naar achteren. Met links naar achteren. En dan kom je terug in je downward dog.
En dan kom je weer naar voren in je hoge plank. Dus je gewicht is weer verdeeld over je voeten, over je handen. En dan breng je je hielen naar zij, zodat je in een schuine plank komt. En dan komt je rechterarm mee omhoog. Dus je rechtervoet kan voor bij je linkervoet zijn, dat beide voeten aan de mat zijn. Ja, dus lift echt op vanuit je heup. Dus vanuit je hand druk je bovenlichaam open. Adem hier. Oké, dan breng je je rechterbeen wat omhoog. En dan zet je hem voor je lichaam neer. Dus eigenlijk in één lijn met je heup zet je je rechtervoet. En dan wat je doet is laat je je linkerheup, laat je zakken. Maar blijf opliften vanuit je. Dus het is niet dat je hier even gaat hangen. Maar je laat eigenlijk je heup laag komen. Maar je strekt, je hebt goed, dus heel goed je linkerzij. Oké, dan adem in, strek hem op. Dus druk vanuit je rechtervoet. Heupen we op, rechterarm weer op. En dan adem je uit. Zak heel even laag. Dus adem hier nog een keer. En nog een keer uit. En dan hou hem hier heel even vast. Dus strek je lichaam. Adem. Oké, dan draai je je bekken weer iets omhoog. Beide handen aan de mat. Stap met rechts terug naar achteren. Loop je hem even uit. Doe hem gelijk aan links. Dus je laat vanuit hier beide hielen naar rechts komen. En dan, het gewicht gaat meer naar je rechterhand. Linkerhand komt op. Dus lift hier goed op. Strek die even open. En als je wil, neem je linkerbeen nog even mee op. En dan zet je je linkervoet zo voor halverwege je mat, dus voor je heup. En dan laat je hier rustig je rechterheup even zakken. En adem in, lift weer op. Laat hem even zakken. En op. Laat hem nog een keer zakken. Nog één keertje op. En dan laat je hem nog één keer zakken. En dan hou je hem hier heel even vast. Dus strek even op vanuit je heup, vanuit je zij. En dan draai rustig je heup weer wat op. Hand naast hand, voet naast voet. En dan loop hem even uit. Dus misschien loop je even voorlangs voor elke voet. Even je heupen los. En dan zet je voet naast voet. Breng je knieën aan de mat. En dan kom je omlaag. In een child's pose. En je armen breng je lang. Dus je laat even je knieën naar buiten gaan. Zodat je bovenlichaam ertussen kan komen. Als je wil, rol je nog even rustig met je voorhoofd van links naar rechts. Dan kom je vanuit het midden terug omhoog, eigenlijk op je handen en knieën. En dan loop je vanuit hier je handen naar voren en kom je in een puppy dog. Dus je laat je borstkas goed richting de mat zakken. Dus voorhoofd is misschien wel in de mat. Dus armen zijn lang. En als je het veel in je onderrug voelt, breng dan het bekken wat meer naar achteren. Zodat je niet zoveel gaat hangen, maar meer je bekken ook naar achteren verlengt. Zodat je wat minder in je onderrug misschien gaat hangen en juist wat meer gaat strekken in je schouders, in oksels, in borstkas. Oké, kom je rustig omhoog naar handen en knieën. Krul je je tenen weer onder. En dan druk je jezelf terug naar achteren in die diepe hurkhouding. Dus je voeten zijn weer bij elkaar, knieën gaan uit elkaar. Voorhoofd, hoofd laat je weer helemaal hangen. Dus je hoeft je mat niet vast te houden, maar laat gewoon je handpalmen omhoog gaan. Breng je ademhaling naar je buik, naar je onderrug. En dan vanuit hier rol je
rustig je bovenlichaam weer omhoog. Zet je handen achter je neer. En dan kom je zitten in je kleermaker zit. Of je komt zitten op je onderbenen. Maar je legt even je handen weer op je knieën of in je schoot. Zet je rug weer zo recht mogelijk. Ontspan we even in je ogen. Sluit even ogen. Dus we sluiten de les even met een korte meditatie af. Dus dezelfde houding eigenlijk zoals we de les ook zijn begonnen. Dus weer met het sluiten van je ogen, verzachten van je ogen. Kijk hoe je blik naar binnen gekeerd wordt. Wat je misschien van binnen ziet. Dat je met nieuwe, frisse ogen naar jezelf mag kijken. Dus na de hele flow is je lichaam niet hetzelfde, je mindset niet hetzelfde. Dus kijk, voel, observeer wat er nu is. Dus luister nog eens naar de geluiden in je huis, in je kamer. Of die misschien van buiten te horen zijn. Laat je mond weer wat verzachten. Dus je lippen, je tong, kaken zacht. En kijk eens of er nu nog wat te proeven is. Of de smaak veranderd is. Of de hoeveelheid speeksel veranderd is. En dan check weer eens in nog bij je neus. Bij je ademhaling. Bij wat je nu kan ruiken. Welke geuren zijn er op dit moment bij jou? En voel weer via je ademhaling het contact met je longen, met je borstkas, met je gevoel. Via je longen, je zuurstof wordt doorgegeven aan je hart. En hoe het vanuit hier het contact maakt met je hele interne lichaam. Dus plaats rustig je handen tegen elkaar, bij elkaar, op je hart. Dat je echt even het kloppen van je hart onder je kan voelen. Laat misschien je kin iets zakken. Kleine buiging voor je hart. En dan voel hoe bijzonder het is om je hart hier nu te voelen. Voel een moment van dankbaarheid voor de tijd die je aan jezelf hebt gegeven. Met jezelf hebt genomen hier vandaag, vanmorgen op je mat. Dus bedank jezelf nog even dat jij tijd voor jezelf hebt genomen, hier vanmorgen bent gekomen. En ik dank jullie ook dat jullie mee hebben gedaan. Namaste. Goed gedaan.